Maar ik heb altijd wel gedacht, wat jij doet, jongen, dat moet ergens een link met pijn hebben. En hier is het. Hier is het. Ja. Mm-hmm. En ik was heel grappig, ik had een internationaal gezelschap. En ik zei, mensen die kwamen van allerlei plaatsen. En ik zei, wat is in uw ervaring nou het land waar de geluksgevoelens het sterkste zijn? En toen sprak een witte vrouw, die sprong op en die zei, Nigeria. Wat? Zeiden de mensen. Wat? Een land met zoveel ellende enzovoort. Ja. En ja, zei ze, ik heb er gewoond. En het zijn helemaal niet de landen waar het zo goed gaat die zo hoog scoren. Maar toen kwam ik later tegen een boek van, er heeft een socioloog die aan de World Value Survey heeft meegedaan, was een Mexicaan. En die is later Mexicaans ambassadeur in Washington geworden. En is daar inmiddels gesneuveld op de relaties tussen Trump en Mexico. Maar in elk geval, die heeft zijn persoonlijke ervaringen in een boek geschreven, A World of Three Cultures. Achievement, Honor and Joy. Dat was voor die Mexicaan, waren dat de drie belangrijkste dingen in het leven. Nou, achievement, dat is wat anderen zeggen is masculiniteit. En dat zijn ze. En honor, dat is eigenlijk gezag. In de Franse, Philippe Tirebaan zegt er dat wat? Nee. Ook in het Franse, la logique de l'honneur. Dat is dus, ja. En dat is ook, we zijn een fan van elkaar, die Riva en ik. En, maar dat is, ja, ook kun je zeggen, het gezag. En joy is dit. En daar komt dus een Mexicaan mee. En het grappige is dat waar zijn de scores voor, en dit heet indulgence noemen wij het dus. Waar zijn die hoog? In Afrika en in het Latijns-Amerika. Oké. Maar dat is heel anders dan in die onderzoekstraditie van uw familie Litvijnhoven. Ja. Want daar bungelt Nigeria echt ergens in het, ja, in het staartje, ja, met heel lage scores. Ja. 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 Ja, goed, maar hij heeft het toch, ja. Ik weet, ik heb er nooit naar gekeken. Ja. Maar ik denk dat hij ook meer kijkt naar feitelijke dingen. Mm-hmm. En niet alleen naar gevoelens. Ja. Zullen we eens terugkeren naar België-Nederland? Er is één dimensie die we nog niet met naam genoemd hebben. En dat heeft een goede reden, denk ik, want ook daar scoren we niet ver uit elkaar. Namelijk individualisme. Mm-hmm. We zijn als Belgen en Nederlanders allemaal individualisten. Ja. Net als andere representanten van de geïndustrialiseerde culturen. Ja. En toch denk ik, het komt niet uit uw cijfers naar voren, maar dat individualisme heeft toch een eigen kleur, volgens mij. Mm-hmm. En dat wou ik eens tegen u aanhouden. Ik denk, de Nederlander is de individualist die zegt, hier sta ik. Ik neem mijn verantwoordelijkheid als individu, eventueel ook voor jou. Een soort van outgoing individualisme. Ja, ja. In extreme gevallen kan het een bemoeizuchtig individualisme zijn. Ja, ja. Dat zou ik doen. Ja. Daar staat de Belg tegenover, die zegt, hier sta ik. Als jij mij met rust laat, laat ik jou met rust. Ja. Een soort van eilandindividualisme. Hij zit niet alleen op dat eiland, samen met de naasten,
Maar het is niet zo makkelijk om erbij te komen. Herkent u dat? Ja, ik herken het. En ik kan het benoemen, maar ik zeg ook altijd, ik zeg ook tegen mijn studenten als die dan op zijn, dan zeg ik, je moet één ding goed bedenken, dimensies bestaan niet. Dimensies zijn concepten, zijn gewoon ideeën en er is een werkelijkheid die een geweldige diversiteit heeft. En dit zijn methodes om daarin een beetje structuur te ontdekken. Maar dat wil niet zeggen dat het is zo en al niet is niet anders. Ja. Dat is altijd een manier om er naar te kijken. En dit is een interessante manier om er naar te kijken. Ja. Ja. U weet dat veel mensen behoefte hebben aan eenvoudige boodschappen. Hè? Ja. Dus er wordt aan mij af en toe gevraagd, Paul, we willen geen grote uitleg, maar wat is nou, als je één verschil mag noemen tussen de Belgen en de Nederlanders, wat is dat verschil dan? Wat zou u daarop antwoorden? De Belgen eten lekkerder. Ja, maar dat is zo. Waar vind ik dat in uw dimensies terug? Ja, ook ja, in de, wat ik ook gezegd heb, plezier. Maar ik had ook, ik heb na mijn pensioen in Maastricht, heb ik nog een aantal jaar, ben ik fellow geweest in Tilburg, in de economische faculteit daar. En hadden we vaak contact over de grens met collega's en die kwamen dan ook lunchen en er was een, in het bosvak bij de universiteit was een goed restaurant en dan nam ik ze mee en dan gingen we een goede, lekkere, warme maaltijd eten. En dan zei ze, dat had ik helemaal niet gedacht, ik had tegen me gezegd, tegen mijn vrouw gezegd, dat worden al boterhammetjes weer vandaag. Maar dat wist ik. Ja. Ja, u had er rekening mee gehouden. Ik wist het, ja. Ik moet wel zeggen, ik heb nu alles bij elkaar toch 30 jaar in Nederland gewerkt en gewoond. De kwaliteit van het eten is heel erg verbeterd. Ja. In die 30 jaar. Ja. Dankzij ook de vele buitenlanders die gekomen zijn. Want onder andere onze Italianen en Grieken. Ja. En, ja. 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 Evenals in Duitsland trouwens. Ja. En wat Nederland ook voor heeft op België, vind ik. Dat halen ze uit hun voormalige kolonie. De Belgen hebben daar heel weinig uitgehaald, behalve heel veel geld en koper. Act en zo verder. Dus ze hebben dat flink uitgebuit. Op een niet al te frisse manier zelfs. Maar ze hebben er weinig cultuur uit gehaald. En Nederland heeft in ieder geval een voortreffelijke Indonesische keuken overgehouden. Aan ja. Zijn koloniaal verleden. Ja. Er zijn heel veel Nederlanders, autochtone Nederlanders, die ja. Een uitstekende Indonesische maaltijd kunnen bereiden. Ja, ja trouwens. Heel veel Nederlandse families hebben ook wat Indonesische genen. Ja, ja. En dat verrijkt een cultuur? Ja. Ja. Ik zou even time-out willen, dat mag wel even.